Dit is Grizzly, dat is Fendi. De stier die heet Tony, dat is de zoon van Salvador. De 15 waterbuffels van Haarlemmers Olivier en Emma grazen al in de Haarlemmermeerpolder. De uitgedachte plannen om een biologische buffelmozzarella boerderij te beginnen liggen al klaar. Maar er mist nog één ding. Een boerderij. Nou ja, we willen heel graag dus een eigen bedrijf, een eigen boerderij. Het moet een boerderij zijn dicht bij de stad, want we willen echt een stadsboerderij worden, zeg maar. En, waar mensen kunnen beleven en kunnen ontdekken en leren hoe het op de boerderij gaat. En ja, daar willen we ook een zuivelboerderij gaan beginnen, alles zelf gaan verzuivelen. Bij de boerderij kun je straks ook terecht voor een knuffel van de waterbuffel. Een echte knuffelaar. Deze kan je gewoon zo lekker aaien. Als de buffels het lekker vinden, dan gaat de staart omhoog in zo'n mooie krul. Dus als je ze lekker kriebelt, dan ziet dat er zo uit. Provincie, gemeente en het waterschap zijn enthousiast over de duurzame plannen van het jonge stel. Zo willen ze op hun land water bufferen om het grondwaterpeil te herstellen. En willen ze bijdragen aan de biodiversiteit. Bouw je de grondwaterstand op en heb je in droge tijden heb je eigenlijk minder droogte. En de waterbuffel die past er heel goed in, zeg maar. Die kunnen goed omgaan in een natte leefomgeving. Doordat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest, leeft de bodem meer. Je herstelt de grond weer en de biodiversiteit en de grondwaterstand. En zo werken we eigenlijk naar een betere wereld. Wat het stel betreft kan de boerderij niet snel genoeg komen. We laten ze dus nu dekken door de stier. En dan verwachten we over 10 maanden onze kalfjes. En dan willen we buffelmozzarella gaan maken. Echte Nederlandse buffelmozzarella. En die verse kaas is op voorhand al verkocht. Afzet is al helemaal rond. Dus ja, we kunnen gewoon van start gaan en melken.